een klein kapelletje en een boomhut in Alkmaar. En als het aan Matthijs ligt, delen ze niet alleen deze BB samen, maar het liefst ook de rest van hun leven. Tijdens hun bezoek aan de gloednieuwe bed breakfast van Jeannette en Rob moesten de BB-eigenaren allemaal een spreuk opschrijven op een houten bord in de aangelegde sprookjestuin. Dit was onderdeel van een activiteit die Jeannette en Rob hun gasten aanbieden. Matthijs maakte nuttig gebruik van het moment en schreef een liefdespreuk op zijn bordje. Liefde is kwetsbaar durven zijn, schreef hij aan één kant van het houten plankje. Om zijn vriendin Linda ten huwelijk te vragen, besloot Matthijs op de andere kant van zijn plankje de tekst Linda, wil je met me trouwen? Te schrijven. Linda raakte geëmotioneerd, maar wist vooralsnog volmondig ja te roepen. Kijkers van het programma reageren enthousiast op het huwelijksaanzoek. Ah, superlief, een huwelijksaanzoek. Ook televisierecensente en columniste Angela de Jong was getuige van het moment, wat een geluk. Een andere kijker denkt vooruit, ik denk dat de BB voor de huwelijksreis al geboekt is. Niet alleen Matthijs en Linda kunnen hun geluk niet op, want Anita en Marcel worden tijdens de opnames ook verrast door hun dochter, ze is namelijk bevallen van hun kleinkind. En natuurlijk gefeliciteerd, er was niet alleen een huwelijksaanzoek maar ook een kleinkind. Schrijft iemand op Twitter.